Dank u wel, collega de Mesmaker, 1,5 minuut. De executiecollega's van de 8 ter dood veroordeelden eerder deze week zorgden voor wereldwijde ophef. En ook de ECR-groep deelt in die verontwaardiging en veroordeelt de uitvoering van deze barbaarse straf. Als een principe. En omwille van artikel 2 in het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. En om ons allemaal, in het bijzonder ook de Europese regeringsleider die de EU-visie op de doodstraf blijkbaar uit het oog is verloren, te herinneren, herhaal ik artikel 2. Recht op leven. Eén ieder heeft recht op leven en niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld. We respecteren de soevereiniteit van Indonesië, haar juridictie om eigen strafwetten op te stellen en we hebben alle begrip voor de strijd tegen de mondiale drugshandel. Het is een modern land met een indrukwekkende economische ontwikkeling. Maar het morele aspect mag niet uit het oog worden verloren. En dat uit zich op vele domeinen. Van persvrijheid, over vrije meningsuiting, tot respect voor fundamentele mensenrechten. En het uitvoeren van de doodstraf schendt die mensenrechten en is geen wapen om gezag uit te oefenen. Een gepast antwoord zou zijn geweest om de doodstraf om te zetten naar levenslange straf of naar een lange gevangenisstraf. Ze verdienen een plaats in de gevangenis, maar niet om vermoord te worden. In naam van de ECR-groep hebben collega Charles Tannock en ikzelf nog een brief geschreven naar de Indonesische overheid met de smeekbede om genade te verlenen. Het heeft niet mogen baten, maar ik hoop dat Indonesië ons signaal vandaag hoort. Stop met de executies, alstublieft. Geen dank. Hartelijk dank, collega de Mesmaker. Dan nu 2 minuten, mevrouw Schaken. Bedankt, voorzitter, commissaris, collega's. Wij veroordelen ten zeerste de wrede executies door 4 pelotons van 8 mensen in Indonesië. 7 daarvan waren geen eens Indonesische burgers. De Europese Unie heeft niet alleen samen met